Dames en heren, jongens en meisjes, lieve kijker, het is weer zover. We hebben een pakketje ontvangen van een product wat niet op de markt is. Tenminste, ik kon het nergens vinden op het internet. Correctie, als je even daadwerkelijk de moeite doet om te zoeken op de Razer website, zul je gewoon zien dat ze te koop zijn voor 90 euro stuk. Sorry. Het is namelijk de HDK, Hardware Development Kit. Razer gaat namelijk iets nieuws doen en het is heel simpel, lampjes. Chroma-verlichting. Ze doen het al langer met eigenlijk alles wat ze hebben. Ze van, oh, we stoppen er een ledje in met alle kleuren van de regenboog. Wat ze nu op de markt willen gaan brengen, is letterlijk alleen de ledjes. En dat vind ik persoonlijk heel erg leuk, want ik ben wel een fan van een beetje leuke ledjes. En we hebben hier dus ook een beetje een ongebruikelijk doosje van Razer ontvangen. En hier zit dus iets in wat misschien wel zo geleverd gaat worden, misschien ook wel niet. Het zijn ook twee dingetjes. Maar we gaan eerst eens even kijken met die grote, wat daar dan zoal in zit. Het zou gaan om een standaard pakketje van 4 ledstrips, die je dan natuurlijk met Chroma aan kan sturen. En wat ze dus wel mooi doen is hier mooi vermelden van hey, the next level of gaming immersion, zoals ze eigenlijk met alle producten ook doen. Krijgen we dat zo mooi en ja, je moet Razer toch wel nageven dat ze wel een soort van klasse hebben met het verpakken van dingen op een mooie manier. En dit is dan ook zeg maar een soort van de middenconsole waarop we de ledjes aan gaan sluiten en vervolgens gaat dit ding die ledjes aansturen. En het leuke is, je kunt ze in je PC bouwen, maar je kunt ook zeggen ik laat ze lekker naar buiten lopen. Dus ze kunnen in je ramen dan alle kleuren van de regenboog of je plakt ze achter op je scherm zodat je een soort van ambilight hebt terwijl je geen ambilight scherm hebt. Dat soort dingen kunnen dus allemaal en die worden dan door de software aangestuurd. En wat we dan allereerst ook ontvangen is dus ook dat softwaregematige doosje wat het allemaal gaat runnen. Met dus aan de zijkant de poorten waar dus straks ledjes in gaan. We gaan kijken hoe precies en ik haal nu dit eraf en ik merk dat dit een plakrand is zodat je hem ergens op kan bevestigen. Niet zo heel slim, Tom. Ik wil altijd die lipjes overal eraf trekken. Het is niet altijd even slim. Dus nu kan ik dit wel hier neerzetten, maar dan een grote kans dat ik het nooit meer van deze tafel afhaal. Maar goed, we zetten hem daar even neer. Ik druk hem niet aan. Nou, fijn, super, wauw. Oké, daar ging het hele testen van dit ding. Een van de functionaliteiten ligt er al vanaf. Thanks, Peter. Oh mijn god. Love it. Oké, we gaan door en we doen alsof dit nooit is gebeurd. Want we hebben meer om uit te pakken. En het is zeer simpel. De power source voor het hele ding. Want die moet namelijk aangesloten worden met een USB. Zodat die dus in je PC kan, maar ook aan de buitenkant. Je kunt hem basically op een powerbank aansluiten. Of op je Xbox, of op je PC. Of gewoon een adapter. Kan allemaal. Als het een USB-poort heeft, kun je dit ding voorzien van stroom. Mooi kabeltje is een micro-USB. Helaas geen USB-C. Legacy, dit dingen, dit soort. Maar goed, dat is een hele andere discussie die we niet meer aangaan op GamersNet. Of het nou wel of niet USB-C. Of micro-USB mag zijn. Mooi altijd die flapjes die je kan gebruiken. Ik hou ervan. Peter zucht nu al heel diep achter de camera. Is ook zo. Ik vind gewoon die dingen zijn gewoon super fijn om kabels vast te binden. Sorry dat ik nette kabels waardeer. Sorry dat ik af en toe dingen opruim op mijn bureau. Sorry! Anyway, nog een kabeltje met een andere voedingsstroom. Dus ik weet niet hoe dat zit. Het ene om aan te sluiten op je PC, de andere om hem van stroom te voorzien, I guess. En dan zien we hier ook nog, en dat is wel heel interessant, want dat is meer voor de interne bouwers, een Molex-kabel die je dus kunt gebruiken om hem intern van stroom te voorzien, zodat je hem niet zeg maar nog een USB-kabel uit je PC ergens anders naartoe moet brengen als je het intern wil installeren. Wel interessant dat ze dit allemaal leveren, dus het is wel wat breder opgezet zou je kunnen zeggen. Maar dan gaan we allereerst ook even kijken hoe die kabeltjes eruit zien. Want die zitten dus niet hierin. Dit is het Lightpack staat erop. Maar ik ben al benieuwd wat hierin zit als hier al kabels te vinden zijn. Dit zijn, als het goed is, de LED-snoeren aan zich. Twee per stuk verpakt. En nou, het is natuurlijk rubber, dus het wil voor geen reet vast blijven liggen. Maar die sluit je dus vervolgens aan. En ik weet niet hoeveel ledjes, moeten we even tellen hoeveel ledjes er op één snoer zitten. Oh, ik jenk hem hier ook al los. Want dat kun je dus wel of niet met een topstukje doen. En dan kun je hem daar met die pinnetjes mooi aansluiten op de middenconsole. En die zitten er dus twee in per zakje. We hebben twee zakjes, dus het setje zou hier dus eigenlijk al compleet mee zijn. Dan ben ik heel benieuwd wat dat andere kleine losse pakketje is. Of het niet gewoon iets compleet anders is. Maar goed, dat gaan we zo zien. Hè. Het is een boxing. Het is allemaal super spannend. Ik bedoel, jij kijkt ernaar, moet mij niet aankijken. Oh, hey, wacht eens even. Dit is een, lijkt wat meer een soort van optische SATA-kabel. En dat staat ook op top. Dit zijn verlengsnoeren, neem ik aan. Ah, oké, makes sense. Je kunt ze natuurlijk meteen vanuit dat ding gebruiken. Of je verlengt ze, zodat je ze ergens anders aan vast kan maken. Wel een hele dikke snoer als je dat achter je scherm of zo wil hebben. Want dan heb je zo'n grote snoer aan je scherm lopen. Maar goed, kabelmanagement, jongen. Doe eraan. Gebruikersboekje, gebruikershandleiding. Zullen we waarschijnlijk niet heel erg nodig hebben, want het spreekt allemaal voor zich, vind ik vaak. Maar heel soms is het toch fijn om een beetje wat dingen na te kunnen lezen. Zoals altijd, de Razer Chroma stickers krijg je er zomaar bij. En het boekje zelf, ja, god, het zijn kabels, we sluiten het wel aan. Zo tech-savvy zijn we dan ook alweer. Hier zien we vervolgens de aansluitingen op een power source. En die krijgen we meerdere, zie ik ook. En ze lijken universeel te zijn. Ja, zodat je ze ook in verschillende regionen in de wereld aan kunt sluiten. Duidelijk een hardware development kit, want dit is dus nog niet gelokaliseerd. Deze dingen zijn dus allemaal, ja, hier met de Amerikaanse snoer zit er dus ook bij. Met een USB-poort. Wel zo handig, als je dat wil. Deze zullen wij niet
niet nodig hebben, want wij hebben gewoon, ik weet niet, in mijn huis heb ik gewoon Nederlandse aansluiting. Het is gewoon zoals het hoort. Gek Amerikanen met hun flut aansluiting. Serieus. Anyway, we hebben hier nog een extra doosje, maar dit lijkt al een vrij compleet pakket. Dus ik weet niet of dit extra lampjes zijn of dat Razer nou gewoon een leuk presentje erbij heeft gestuurd. We gaan het meemaken. We gaan het doosje openmaken en dan zien we vanzelf wat is. En het lijkt erop dat het inderdaad meer LED-kabeltjes zijn. En ja, dit spreekt voor zich. Het is hetzelfde als die andere doosjes en zakjes die we openmaakten. Wederom een setje verlengsnoeren. En dan neem ik aan, licht in de lijn der verwachtingen, dat dit doosje wederom... Zo, oké, dat ging niet helemaal netjes. Meer LED-snoeren zijn. Het is een beetje een rommeltje hier op dit desk. Maar dat maakt niet uit, want we gaan het binnenkort allemaal aansluiten. En kijken hoe het werkt als het eenmaal is aangesloten. En dan zul je zien of dit een fijne toevoeging voor je setup is. En je nu vraagt je misschien af, hoe duur is het? 90 euro. Maar je leest als eerst op Gamersnet of het je geld waard is. We weten dus alleen nog niet hoeveel geld... 90 euro! Anyway, check de site. En mocht je vragen hebben over dit hele setje, laat het weten in de comments. We zijn er altijd om te reageren op jullie vragen. Of om gewoon een leuke discussie aan te gaan. Hey! Doe eens gek. Laat het eens weten. Als je op YouTube kijkt, like de video, abonneer, dat soort dingetjes. En volg ons op andere media. Gamersnet, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch. We livestreamen wel eens. We kunnen dit live aan gaan hoeken aan mijn PC en hopen dat hij niet uitvalt tijdens de livestream. Tot snel. Gamersnet out.